Hallo allemaal en welkom bij Healthy World. Ik ben Moan Smit en ik zit op de Breitner Academie in Amsterdam. Dat is een kunstacademie. Deze kunstacademie leer ik heel veel verschillende soorten technieken met schilderen en tekenen. Vandaag laat ik jullie zien een van de technieken die alternatief kan zijn voor dat wat je gewend bent. En daarbovendien is het gezond en goed voor je en het is ook goed voor het milieu. Wij gaan vandaag een landschap schilderen. Goed, we beginnen nu met de eerste stap. Begin je met de lichtste kleur. Probeer de verf in lange streken aan te brengen op het doek. Vervolgens beginnen we alvast aan de lucht. Je kunt natuurlijk altijd een kleiner penseel pakken als dit nodig is. Dit penseel kun je ter plekke openmaken. Wanneer de verf is aangebracht, gebruikt u ronddraaiende bewegingen om het vlak te vullen. Het voordeel van dit penseel is dat je hem ook op kan breken in kleinere delen. Op dit doek moeten natuurlijk ook boompjes komen. En dit zijn een soort van penselen waarbij het magisch gebeurt dat het op het doek komt. Ik zal u een voorbeeld geven. Goed, u mag nu ook meer struikgewas aan het beeld toevoegen. Dit zijn speciale penselen voor de wolken. Een aantal kleine huisjes die in het landschap te zien zijn. En als laatste wil ik hier graag een rivier. Ja, leuk schilderijtje. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u volgende week ook weer kijkt naar Healthy World. Een hele fijne dag nog.